Want we hebben vandaag een mantelzorgcafé geopend. Wij gaan elke maand, de eerste donderdag van de maand, een mantelzorgcafé in deze mooie locatie houden. Voor mantelzorgers, maar eigenlijk voor iedereen die met zorg te maken heeft. Dus het is niet alleen mensen die zorgen, maar ook mensen die zorg ontvangen. En mensen die belangstelling hebben. En het is natuurlijk leuk, hè? Het is op donderdag. Hè? Wanneer precies, hoe laat? Het is elke eerste donderdag van de maand. Dus de volgende is volgens mij 3 maart. En het is altijd van 11 tot 1 op deze mooie locatie. Nou, dit is het vierde mantelzorgcafé wat we in Twente openen. Volgende maand doen we dat nog in Oldenzaal. Dan hebben we er 5. En het mantelzorgcafé is een plek waar mantelzorgers samen met degene die ze verzorgen eventjes naartoe kunnen. Ze kunnen hier degene die ze verzorgen eventjes achterlaten om zelf bijvoorbeeld even de stad in te gaan. En ze kunnen hier wat praten met elkaar, wat ervaringen delen, contact maken met elkaar en wat informatie krijgen. En stel dat je dus iemand hebt in een rolstoel, wat kan je dan voor service verwachten? Nou, iedereen kan hier natuurlijk hartstikke mooi naar binnen. Er is een invalide toilet, dus dat is ook geen belemmering. Mensen met een rolstoel kunnen er met iemand meekomen, maar mogen ook alleen komen. Ik weet niet wat de mogelijkheden zijn, dus ze kunnen hier lekker 2 uurtjes zitten. Of misschien een uurtje. En wat ook mogelijk is, is dat degene die de rolstoel duwt, zegt van, oh, weet je wat, ik ga toch even lekker alleen de stad in. Ik ga even een visje en een bloemetje kopen, hè, wat er zo maakt. Wat ook kan, is dat degene zegt van ja, ik vind het heel zwaar om de rolstoel te duwen. We hebben hier gastvrouwen die mee kunnen, of een gastheer. Die kunnen mee de markt op, even het rondje lopen, of misschien heb je wellicht andere boodschappen. Eigenlijk is alles mogelijk. U vraagt en wij proberen daaraan te voldoen. Wat is de rol van mantelzorg in deze samenleving? Nou, die is belangrijk en die wordt nog veel belangrijker, want we leven in een samenleving waarin we eigenlijk het geld voor de zorg steeds meer besteden aan de ingewikkelde zorg. En dat betekent dat we steeds meer op onszelf zijn aangewezen, we moeten steeds meer zelf doen en voor elkaar zorgen, oog en oor hebben voor elkaar. Dus de informele zorg wordt steeds belangrijker. Dus mantelzorg is van alle tijd, is er altijd geweest en zal er ook altijd blijven. Maar we proberen mantelzorgers, mensen die zorg voor de naasten, zo goed mogelijk te ondersteunen om hen zo lang mogelijk in staat te stellen om als mantelzorger actief te zijn.